De cross-channel klantreis. Nou, dat zijn al twee buzzwords in één zin. En je hoort echt buzzword na buzzword na buzzword hierover. Maar volgens mij is de centrale vraag: hoe maak je een digitale klantreis die de aandacht van je klant vasthoudt en die zorgt dat de klant bij jou wil blijven? En daar gaan we het vandaag over hebben, want dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw online business. En ik heb het daar vandaag over met twee nieuwe gasten eigenlijk. En één daarvan is ook een gast, want dat is Ralf Bom, oprichter van en stratege bij Onstuimig. Hoi. Welkom. En Bobby Bouwman. En Bobby Bouwman is bij ons Laravel Evangelist. Yes. Dat vind ik een mooie titel, maar ik snap er niks van. Evangelist betekent eigenlijk dat ik alles vertel over Laravel, dat ik alles weet over Laravel. En dat ik iedereen probeer te converteren naar Laravel. Laravel is? Ja, Laravel is het populairste PHP-framework op het moment. Als je nou zit te kijken en je denkt, oh jee, dit wordt heel technisch. Ik stel alle domme vragen zodat jij dat niet hoeft te doen. Maar ik begin even met jou, Ralf. Want ik kondig je aan als strateeg en ondernemer. Maar ik heb begrepen dat je in je hart eigenlijk designer bent. Ja, absoluut. Ik zit niks liever dan achter het beeldscherm mooie dingen te schetsen. Maar nog meer daarachter zit natuurlijk, ja, uiteindelijk zit er iemand mee te werken en echt dingen mee te doen. En dat is pas het echte leuke ding. Maar daarvoor moet je het zoveel dieper graven dan alleen dat plaatje schetsen. Ja, en daar word ik elke ochtend super blij van. Dus als we het hebben over design, dan hebben we het helemaal niet over visual design of over kleurtjes. Maar dan hebben we het eigenlijk over het inrichten van, ja, dan gebruik ik het woord nog maar even, klantreis. Het inrichten van die reis die een klant maakt over alle verschillende digitale kanalen van een merk of een bedrijf. Ja, klopt. Je weet dat die klantreizen, dat zit eronder. Maar in de praktijk wil je niks anders dan gewoon diegene achter het scherm gewoon dat laten doen wat je van tevoren hebt bedacht en bekokstoofd. Maar vooral ook op een manier waardoor ze het zelf heel erg waarderen. En dat trucje, dat noemen wij inderdaad die journey designs. Maar ja, effectief is niks anders dan heel erg goed luisteren en in de gaten hebben wat men daar zit te doen. En dat is wat we ontwerpen. Ja, want kunnen we nog even één stapje terug doen? Want die digitale klantreis, het is een concept wat wij natuurlijk gewoon, ja, waar we het dagelijks over hebben. Maar kun je nog één keer uitleggen wat dat precies is en waarom het zo belangrijk is op dit moment om daarmee bezig te zijn? Nou, het allerbelangrijkste is dat als je die reis goed in kaart hebt, dan weet je ook waar die momenten zijn dat die klant met jou in aanmerking komt en op welke plek ook. Dat kan natuurlijk fysiek zijn, bijvoorbeeld in een winkel, maar dat kan natuurlijk ook gewoon in je zoekresultaat zijn. En overal, op al die plekken, kun je dus precies daaraan tornen waar je zin in hebt om het beter te laten renderen. En het grappige van online is dat je en wat makkelijker kunt experimenteren, maar vooral ook dat je dankzij data veel makkelijker erin kunt groeien. En dat kan op je site zijn, bij een login flow, of dat kan bij een bestelstraat zijn in je app. Overal kun je dat toepassen. En die journey zorgt ervoor dat je grip krijgt op het hele proces, dus ook op je succes wat je ermee krijgt. Ja, je zegt eigenlijk twee dingen die me triggeren. Je hebt het over succes en over renderen. Wat is voor jou de definitie van succes of rendement uit een digitale klantreis? Ja, dat hangt natuurlijk van de case af. Dus op het moment dat een verzekeraar een polis afsluit, is een ander succes dan dat iemand voor de tiende keer een nieuwe latte bestelt in het lokale koffiesteentje. Maar in grote lijnen gaat het voor ons er vooral om dat we en aan de klantzijde de doelstellingen halen, maar vooral aan die consumentenkant voor elkaar krijgen dat die het gewoon prettig vindt werken. En dat die het ook graag vaak gaat gebruiken. En dat trucje, dat is voor ons het lastigste, maar ook het leukste. En dus zo benoemen we dat succes dus ook lekker meetbaar en al groeiend maken. Ja, want je pakt eigenlijk je begint met een potentiële klant. En je wandelt die eigenlijk zoveel mogelijk door die reis heen. En uiteindelijk moet die een betalende klant worden. Dat is wel een beetje waarom we hier zitten met z'n allen, toch? Ja. Kun je een schets geven van wat nou de belangrijkste kanalen zijn op dit moment, als je kijkt naar jouw markt, jouw klanten? Ja, wat je ziet is vooral B2C, is mobieltje. Hè. Iedereen heeft dat. Wacht, wat B2C? De consumentenmarkt. Dus, ja, business to consumer. Ja, inderdaad. Ik leg ze allemaal maar even uit. Jij denkt misschien nu, ja, B2C, dat wist ik al lang, maar ik vraag het gewoon maar even, dan hebben we alles duidelijk.
Nee, ja, wat je daar ziet is het mobieltje. Dat is groot. En we zien daar ook qua statistieken dat het helemaal die kant op gaat. Vroeger ging je nog eens een nieuwe laptop kopen. Maar ja, dat sla je ook over, want je wil liever zo'n nieuwe iPhone. En daarmee zit alles letterlijk in je broekzak. Nou ja, dus dat zien we aan de ene kant gebeuren. En in de wat meer zakelijke markt is het toch wel wat traditioneler. Daar zit je wat meer, zitten veel touchpoints op nieuwsbriefjes, gewoon mailtjes. Maar ook gewoon op een desktop. Want ja, daar zit je achter te werken. Daar zit je de hele dag achter Teams als je een beetje pech hebt. Het lijkt of je met mij meekijkt op kantoor. Het mobieltje is eigenlijk, zeker als je het over de consumentenmarkt hebt, is dat een beetje de kern. En dan hebben we natuurlijk die hele golf over ons heen gehad van responsive design een tijdje terug. En er was eigenlijk het motto was daar van, dan heb je in één keer alles. Dan heb je die desktop, dan heb je die tablet, dan heb je de telefoon. En dan heb je eigenlijk geen verschillende kanalen meer nodig. Vroeger was het inderdaad zo, maar dat kwam ook in de tijd dat je CMS het kloppend hart was van je website. En die kon maar één ding heel goed doen. En daardoor werd een soort van chameleon die dan op je mobieltje door je scherm heen werd geperst. En het voordeel nu is dat je dus ziet, doordat het cross-channel is geworden, dus dat je veel makkelijker kunt switchen tussen devices. En dat je dus op het ene apparaat begint, op de ander maak je het af. Dat maakt het voor ons veel leuker, want je weet dat hoe mensen meteen binnenkomen is op die manier die ze in vertrouwd zijn en gewend. Vanuit web of app of wat dan ook. En daar kun je precies dat laten doen wat je van tevoren hebt bedacht. Want de context is veel makkelijker. Dus ja, die kanalen die je vraagt. Ja, je hebt natuurlijk web, je hebt app, maar je hebt natuurlijk ook push-dingen. Dus notificaties ligt voor de hand, maar ook natuurlijk mail. En natuurlijk ook fysiek. Je ziet dat veel sterker naar de echte wereld worden doorgetrokken. Of je nu gaat inchecken bij het ziekenhuis op het moment dat je binnenkomt. Of dat je bij een betaalcel je bestelling aan het doen bent in een restaurant. Nou ja, die hele keten, dat zijn vooral de kanalen die we nu zien. Ja, is dat een trend inderdaad, dat je digitaal en fysiek eigenlijk naar elkaar toe ziet groeien? Ja, absoluut. Waarbij de sleutel je mobieltje is. Ja, letterlijk ook soms. Hè? Want het zijn hotels inderdaad waarbij je kamerdeur alleen open gaat als je ingelogd bent op de app. Ja. Dat is een beetje, ja, jij zit te knikken. Is dat ook jouw ervaring als developer, zeg maar, dat je dat steeds meer ziet? Nou, je ziet wel inderdaad steeds meer een beweging naar mobiel toe, inderdaad. En je zei net heel mooi dat je CMS is dan je kloppende hart van je applicatie. En wij noemen dat in de techwereld noemen we dat een monoliet. Dus dat is alles zit daarin. En dat heeft voordelen en nadelen natuurlijk. Maar inderdaad, we zien steeds inderdaad die verschuiving naar mobiel toe. En nou, we zijn ook steeds meer met mobiele apps bezig om dat te ontwikkelen. Als je een website inderdaad oplevert, dan is het altijd responsive. Dat zit er standaard in. Maar je ziet ook wel vaak dat een klant eerst voor de standaard website gaat met een responsive design. En dan later nog de app eraan toevoegt. En dan kom je inderdaad weer terug op dat cross-channel. Oké, nou we hebben het een aantal keer inderdaad over gehad van welke kanalen er zijn. En je moet een beetje met die doelgroep meebewegen. Maar dan moet je wel eerst weten wat die mensen eigenlijk willen. Hoe kom je er als designer, hoe krijg je daar je vinger achter? Wat zo'n doelgroep eigenlijk wil? Ja, het begint op de marketing manier met persona's. Met z'n allen even nadenken, op post-its plakken, op welke manier dan ook. Gewoon boerenverstand, daar beginnen we mee. Maar het leuke is op het moment, dus online kun je zo snel en zo makkelijk dingen proberen, is dat van die persona's kom je heel snel in soort van profielen terecht. En niet negatieve profielen, want dat hangt natuurlijk aan de socials vast. Maar juist gewoon het voor verschillende doelgroepen zo goed mogelijk laten werken. Ja, en dan wordt het leuk, want dan kun je met die doelgroepen ook meer gaan spelen. Dus voor de ene groep doen we dit, voor de andere groep doen we dat. En op die manier verfijnen we dat. Dus het is eigenlijk een combinatie van dat experts die bedenken wat. Hè, vanuit business, vanuit techniek, vanuit welke hoek dan ook. Daarmee haal je dus inzichten op in de praktijk. Hè, dus je betrekt in co-creatie, betrek je gewoon die doelgroep, et cetera. En als laatste laat je data dat verifiëren dus, en vooral verbeteren. Hè, dus uiteindelijk is het een ruwe diamant en de data die maakt het steeds beter en beter. Ja, nou zei je weer een buzzword. Je zei namelijk co-creatie. Kun je daar dat even iets verder uitpakken voor ons? Natuurlijk. Co-creatie? Ja, co-creatie is niks anders in dit geval dan samen met die doelgroep. Dus gewoon 20 man eruit pakken en die gewoon mee laten ontwerpen. En mee laten denken. Oké.
En dat doen jullie ook in het kader van development projecten of adviestrajecten waar je gewoon met 20 man in een hok gaat zitten en dingen bedenkt. Ja, absoluut. We merken het ook in de samenwerking die we hebben. Dus we bedenken samen een ideetje. Dat toetsen we dus heel vroeg. En het voordeel is dat we heel nauw kunnen samenwerken. Het is zelfs zo dat we soms wel dezelfde codebase kunnen hebben. Hè? Dus wij zorgen voor designs die meteen naar de in app of web dan ook terecht kunnen komen. Ja, dat is de codebase betekent dat wat jij maakt, dat hij daar meteen mee verder kan. Eigenlijk. Precies. Ja. Nou ja, en zo is het leuke is dus dat je dus in vrij korte tijd van ideetje gewoon live kunt gaan testen, zonder dat je hele ingewikkelde processen daar los moet laten. En dus dat is die stap die we daarin zetten. Ja, want je zei het al, hè, de samenwerking onstuimig Enrise. Hoe ziet die eruit en hoe vullen jullie elkaar aan? Ja, hoe die eruit ziet is eigenlijk heel simpel. Wat Enrise doet, doen wij niet en andersom. Dus daarom zijn we ook het liefst los van elkaar. op het moment dat het gaat aan de koffietafel. Want volgens mij begrijpen we helemaal niks van elkaars gesprekken. Aan de ene kant. Okay. Maar op het moment dat we het hebben over projecten, dan kunnen we meteen de diepte in. Wij dus vanuit die eindgebruiker en vanuit die business om het letterlijk het beste plaatje te schetsen. En dat vroeg te toetsen. En Enrise om dat ook echt waar te maken in de techniek. Is die samenwerking voor jou ook leuk dan? Ja, nee, zeker. Ja, nee, wij zijn natuurlijk een hele technische partij. En wij hebben gewoon die marketing skills en die design skills nodig om onze techniek te laten excelleren. En wij denken natuurlijk wel in mee. Dus wij kunnen eigenlijk alles bouwen, maar alles kost tijd en geld. En wat je dus wil voorkomen is dat je dingen te ingewikkeld maakt. Dus de dingen die zij soms verzinnen, die zijn misschien te ingewikkeld om te bouwen, om een bepaalde deadline te kunnen halen. En daar denken wij dan in mee. En op die manier kunnen we gezamenlijk tot een compromis komen of tot misschien wel een betere oplossing dan initieel bedacht. En dan toch het beste product opleveren. Ja, gebeurt dat andersom ook? Dat je hun even bij de les moet houden, de techneuten? Ja, absoluut. Want we merken vaak dat onze oplossingen dan weer te ingewikkeld zijn. En dat iemand er geen zin in heeft. Dat gebeurt ook wel eens. Nou ja, op die momenten dan gaan we graag de discussie aan. En daar genieten wij ook van. Want we merken dat soms, wij zijn alleen bezig bij het topje van de ijsberg. Dus we hoeven ons niet echt te bemoeien met alles wat daaronder gebeurt, aan de ene kant. Aan de andere kant willen we ons wel kwaad maken om juist die gebruikservaring gewoon ideaal te maken. Want dat is belangrijk in elk touchpoint in die journey. Ja, zorg dat het steeds lekker en soepel en goed werkt. Ja, dan zit jij dus met veel eisende klanten, doelgroepen, meerdere doelgroepen ook, met verschillende eisen. Je zit zo te horen ook met redelijk veel eisende designers. Ja, die het beste willen voor die klanten, voor die doelgroepen. Hoe manage je dat? Want het zijn verschillende kanalen. Dus je moet een website, soms locatiedingen, dus fysieke dingen, een app. Hoe manage je dat zonder gillend gek te worden? Ja, dat is natuurlijk altijd erg lastig. Ja, we proberen dat natuurlijk gewoon op te splitsen en te kijken wat het beste is voor de klant. Dus we willen, wij noemen dat een MVP, een Minimal Viable Product. Dus we willen zo snel mogelijk de core functionaliteit van de klant opleveren eigenlijk. Dus je wil eigenlijk dus hun core business moet staan, zeg maar. Ik pak die even weer vast. Het MVP is het Minimum Viable Product. En dat is eigenlijk het eerste product wat live in productie kan. Dus waar echte klanten echte business mee kunnen gaan doen. Ja. Stel dat je bijvoorbeeld hebt een reserveringssysteem met een betaalstraat eraan gekoppeld. Dan wil je dat als eerste live hebben. En dan gaan we daarna stapje voor stapje de boel verbeteren en uitbreiden. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen, we beginnen eerst met alleen een website. Of we beginnen eerst alleen met een app. En je voegt later de website toe of later de app toe. Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, we gaan later nog de login flow gaan we verbeteren en uitbreiden. Op basis van de data die we hebben verzameld. Maar ook op basis van onderzoek, van marketingonderzoek. Maar je moet dan dus wel die eerste website of die eerste app zo bouwen dat je ook makkelijk verder kan bouwen. Want ik hoorde jou net het woord monoliet zeggen. En je dacht, ik kom ermee weg met een technische term. Maar dat is niet zo. Nee. Je moet even uitleggen wat een monoliet is. En vooral waarom je er zo vies bij kijkt bij het woord monoliet. Nou, helemaal niet. We houden juist van monolieten. Oké. Dus monoliet is eigenlijk gewoon is eigenlijk één hele grote applicatie waar alles in zit. Dus misschien ken je de term microservice wel. Dus dat is het tegenovergestelde van een monoliet. Dus dan splits je elke stukje functionaliteit splits je op in een aparte service. En met een monoliet zit alles bij elkaar in. En we bouwen graag monoliet first. En dat betekent dat we dus het liefst alles heel groot bouwen. Want we kunnen later makkelijk dingen eruit halen. En het is veel moeilijker om losse kleine stukjes te bouwen.
Dus als we één grote applicatie hebben, dan hebben we alle data op één plek. En dan kunnen we ook vanaf daar makkelijker een extra kanaal toevoegen. Dus bijvoorbeeld als je een goede website hebt met een goed CMS-systeem erachter. Dus een goede adminpaneel. Dan kan je makkelijk een website eraan koppelen. Maar we kunnen ook makkelijk een app eraan koppelen. Of een desnoods een machine waar je je tennisracket uit kan huren. Of je blikje cola uit kan halen. Dat kan dan allemaal, want je hebt de techniek al staan. Dus Je kunt daar makkelijk op aansluiten. Dus je bouwt zeg maar die eerste website of die eerste app met een soort content management systeem erachter. Wat je ook op andere manieren kan benaderen dan alleen maar vanuit die website of die app. Ja, precies. Ja, ja, je bouwt eigenlijk een plek. We noemen dat een API dan. Dus ik wist dat je API ging zeggen. Ja. Ik wist dat die vraag ging komen. Application Programming Interface. Ja, heel simpel. Het is dat natuurlijk gewoon een URL waar we tegenaan praten. En dan komt data terug. Dat is gewoon hoe internetapplicaties met elkaar praten. Mogen we het zo plat slaan? Ja, inderdaad. Dat maar voor ons is zo'n inderdaad dat op die manier openstellen is echt een speeltuin. Hè? Want je had allerlei kanalen, dus allerlei wegen waar je naartoe kunt gaan. Zij worden die rotonde die staat er. He, dus wij, dus wat wij er ook op aansluiten, of er nu een mailflow is, of marketing automation, of een push notificatie. Nou ja, wij kunnen dus grabbelen uit die bak om dat voor elkaar te krijgen, waar wij ook potentie zien. En dat is het leukste eraan. Dan kunnen we weer gaan innoveren. He, want inderdaad, die basis heb je nodig om het voor elkaar te zetten. In één keer staat die rotonde en dan kunnen we dus alle autootjes erop loslaten die we maar willen. En erna kunnen we echt stappen gaan maken. Ja. Want je had het inderdaad over core. Nou ja, dat merken we dus ook in core flows. Hè? Dus inloggen, nou ja, dat moet perfect werken. Maar ja, dat moet niet in de weg staan wat er met de rest gebeurt. Nou ja, precies. Hè, dus zo kunnen we dat langzaam laten groeien. En vooral ook heel specialistisch laten groeien. En dat is voor ons weer interessant. Want ja, een bestelflow op de houtje-touwtje manier is, zoals je hem gewend bent, winkelwagen, je gegevens, betalen en klaar. Maar ja, het wordt pas leuk op het moment dat je ervoor zorgt dat je dus ook makkelijk herhaal aankopen kunt doen. Dat hij al weet hoe je gaat betalen, dat je al weet waar hij naartoe moet. Dus de techniek zorgt ervoor dat jij al die data hebt als designer. Je weet ook wat je hebt. Jullie communiceren daarover. Hoe leggen jullie dat vast? Hoe zit die communicatie in elkaar? Zitten jullie gewoon wekelijks met elkaar in een hok? Hoe moet ik me dat voorstellen, die samenwerking? We hebben altijd een projectmeeting, noemen we dat. Dus daarin zitten we samen en bespreken we de voortgang van het project. Zijn we nog op budget? Wat is de voortgang? Gaan we de deadline halen? En daar worden ook eventueel nieuwe features besproken die we willen hebben. Ja, en later gaat dat gewoon het Scrum-proces in om dat vervolgens verder te ontwikkelen. Ja, nou zei je weer Scrum-proces. Ja, dus dat is Scrum is een manier om agile te ontwikkelen. Dus jullie werken in sprintjes? Of hoe? Ja, nou, wij werken over het algemeen met Kanban. Dat is een andere variant van Scrum. Maar ik denk dat de term Scrum bekender is bij de meeste mensen. Maar met Kanban werk je eigenlijk ook een beetje zoals Scrum. Alleen dan pak je op het moment dat je pakt een nieuwe ticket op het moment dat je tijd hebt. Dus dan kan je wat makkelijker ook nog switchen met wat je wil oppakken en wat niet. Dus de klant kan ook nog makkelijker kiezen met oké, we willen dit toch meer prioriteit geven dan het andere ticket. En dus op die manier kunnen we makkelijker sturen eigenlijk. Dus als je het samenvat, bouwen jullie eigenlijk een hele flexibele basis voor zo'n digitale klantreis. En die bouwen jullie ook op een hele flexibele manier. Ja. Ja, nou snap ik een beetje waarom Ralf zo blij kijkt. Ja. Dat is voor jou als designer is het gewoon een soort snoepwinkel idee. Ja, maar niet alleen voor mij, ook aan de business kant. Want als er een concurrent iets aan het lanceren is, inderdaad in de fysieke wereld. En die heeft iets, paniek, wat moeten we hiermee? Ja, we kunnen gewoon aanhaken op de kern. En dankzij die kern kunnen we daar eerst eens even klein proberen en daarna gewoon groot laten uitrollen. Dat brengt ons denk ik ook op de centrale vraag. Want ik ben er eigenlijk van uitgegaan dat als je inderdaad zo'n back-end, zo'n datasysteem, zo'n CMS bouwt op de manier zoals je zegt, dat je iets vooraf extra in moet investeren dan wanneer je gewoon een website live zou zetten. Ja, klopt. Maar is dit dan ook meteen de waarde die je daarvoor terugkrijgt? Is dit hoe je je investering terugverdient? Ja, want het is de enige manier om dat op een goede manier te doen. Want als je die core, die backend gewoon heel goed staat, dan kan je eigenlijk alles. Want dan kunnen we gewoon een externe service aansluiten die sms'je kan versturen. Of een externe service aansluiten die x kan. Je kan eigenlijk alles dan. En als die basis er niet staat, dan kan je eigenlijk niks. Dan bouw je op iets heel kleins. En iets aan toevoegen is vaak lastiger dan iets uitbreiden. En vooral patronen doorbreken wordt lastig. Hè?
Natuurlijk zou de ideale wereld zijn dat we vandaag bedenken wat de klantreis zal zijn over 3 jaar. Hè, want daar ben je mee bezig op de tekentafel. Ja, vandaag bedenken wat op 3 jaar, over 3 jaar live gaat. Ja, amahoula, er gaat heel veel veranderen. En dat maakt het vooral voor het business interessant. Oh, we merken dat dat kanaal niet werkt. Oké. Gooien we eruit, vervangen we door iets beters. Hey, je had net over sms. Nou, wie weet hoe wij over 3 jaar zitten te appen. Hey, ja. Is dat nog met WhatsApp? Heeft Meta bedacht dat we iets anders moeten gebruiken? Nou ja, dan zitten we. Nou, juist die flexibiliteit, ja, dat is wat het heel krachtig maakt. En waardoor je ook ziet dat je niet zit met verouderde systemen. Want ja, als er iets verouderd is, de zwakste schakel, oké, die kan er gewoon uit. Ja, diezelfde trend hebben we ook wel gezien met smartwatches bijvoorbeeld. Voorheen deed je alles op je responsive website. Toen kwamen de mobiele apps. Toen kwam je smartwatch. En daar kan je ook een heleboel dingen tegenwoordig op doen. Dus dat is ook weer een extra kanaal die toegevoegd is. Maar als die core backend gewoon staat, kan je er makkelijk een zo'n smartwatch aan toevoegen. Dat is dan maar een kleine stap eigenlijk. Ter afsluiting eigenlijk nog deze vraag die mij bezighoudt. Want we zijn dus heel flexibel. We kunnen heel flexibel schakelen, kanalen toevoegen, systemen ertussen uithalen. Maar hoe weten we nou eigenlijk wat die klant wil? Welke data... En dat vraag ik dan eerst even aan jou. Welke data verzamel jij als designer om erachter te komen wat werkt en wat niet? Nou ja, even los dat we in theorie zouden kunnen meekijken. Maar wat je vooral aan het doen bent, is dat je... Er zijn regels voor, geloof ik. Hè? Ja. Maar binnen die regels kun je veel doen. En ook wat er mag. Maar het belangrijkste is vooral vooraf nadenken. Oké, waar wil ik op sturen? Die klantreis heeft bepaalde momenten erin zitten. En die momenten, daar heb je verwachtingen bij. Nou, die verwachtingen ga je... het liefst halen, maar nog liever overtreffen. Ja, en daar kun je een heel meetplan op maken. En dat meetplan maak je een dashboard van. En van dat dashboard, dat hangt vaak aan op de manier zoals het scherm achter jou hangt, op kamers. Nou, en dat is vooral waar we op inzetten. Kijken of we onze verwachtingen kunnen waarmaken, het liefst overtreffen. En hoe je die data inregelt, is een kwestie van de juiste tellertjes, metertjes toepassen. Op een manier die mag. En gelukkig mag er nog steeds veel. En is het ook niet zo dat we er op dit moment robots achteraan het zetten zijn die dat ook nog aan het beïnvloeden zijn. Dus de stap van waar we nu staan naar booking.com is nog heel ver weg. We hebben natuurlijk een heleboel data. Als iemand iets bestelt, dan die data heb je. En je kan ook zien hoe vaak een product besteld wordt of hoe lang het duurt tot iemand afgerekend heeft. Ja, en via welk kanaal. Dus al die data kunnen we verzamelen. Als we zien dat iemand op een desktop 4 minuten langer bezig is met afrekenen op een telefoon, misschien moeten we die flow dan verbeteren. En dat soort data kan je allemaal heel makkelijk verzamelen. En dat is het ook makkelijk als je alles in één zo'n monolith hebt zitten. Dan heb je al die data gewoon centraal. En dan kan je dat soort statistieken er heel makkelijk uithalen. Dus hoe zorg je dat je klant bij je blijft? Hoe zorg je dat je die aandacht vasthoudt? Nou, het antwoord is, dat weet je dus eigenlijk niet precies. Dus begin je klein en zorg dat je flexibel kunt groeien. Dit was Enrise Business Talks. Ik zie je bij de volgende.